Na twee weken vakantie zijn vandaag burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie... voor het eerst om tafel gegaan om te onderhandelen over een nieuwe coalitie in Enschede. De vraag is, lukt het om binnen de streefdatum, dat is medio-juni, een nieuw college te vormen? We gaan het vragen aan onze collega Wilco Lauwers. Wilco, welkom. Goedemiddag weer, ja. Ja, de verkiezingen zijn alweer uh, voelen, in ieder geval een eeuwigheid geleden. Nou, ik kan het je precies zeggen, denk ik. Ik moet het even goed. Het is alweer 54 dagen, 19 uur... En 56 minuten geleden dat de verkiezingsuitslag binnenkwam. Of dat de stembussen gesloten waren. 54 dagen en nu pas begint de formatie. Dat klopt. Ja, um, ja ze, ze zijn vandaag uh, voor het eerst weer om tafel gaan zitten. We hebben het over burgerbelangen, ChristenUnie, uh, PvdA en VVD. Maar ze hebben hiervoor toch ook al wat gedaan. Daar hebben we ook wel eens wat over gezegd. Ja, maar dat is nog niet uh, formeel de, de formatie zoals dat heet. Hè? De afgelopen 54 dagen... Nou, eerst even bijkomen van die verkiezingen en dan even rustig met elkaar duiden. Nou, wat betekent dit nou? Toen hebben ze informateurs aangewezen, hè, mensen die gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn van zo'n coalitie. En daarvoor eigenlijk nog hebben ze gekeken, van, nou, is, er, uh, is er een toekomst in een raadsakkoord of raadsagenda? Nou ja, ik moet het iedere keer toch even uitleggen. Dat je met de hele raad een aantal thema's bepaalt. Van, nou, dat, dat komt niet in een coalitieakkoord, wordt niet uh, vast in afspraken gelegd met elkaar. Maar daar gaan we gewoon als raad samen iets van vinden. En het liefst allemaal uh, met elkaar eens. Maar dat, uh, dat zou uh, een unicum zijn, denk ik, op dit soort thema's. Maar uh, dat raadsakkoord gaat dus komen. Dat hebben ze eerst uitgezocht. Toen hebben ze gekeken nou, welke partijen kunnen en willen met elkaar. En dat is ook gebeurd. Toen was het alweer mijn vakantie. Ja, dan moet de vakantie gevierd worden. En nu gaan ze beginnen. Ja, ja, maar dan moet ik me dat zo voorstellen. Je hebt een x aantal thema's die uh, überhaupt waar je naar nou moet kijken de komende vier jaar. Ja. Nu is er bekend van ja, waar is er sowieso. Uh, Laat ik zeggen, een consensus over, waar zijn mensen het over eens in de raad? Nou, dat is even aan de kant geschoven. En wat er overblijft, daar gaan ze nu over onderhandelen... van hoe gaan ja. we die coalitie vormen die daar iets mee moet. Kun je elkaar op die overgebleven thema's vinden? Hoewel die van het raadsakkoord ook nog niet... Ik ken ze niet precies aan over, moet je nou even niet uh, naar vragen. Maar uh, hij heeft allemaal meer met energiearmoede te maken. Dat is een van die thema's. Nou, daar blijft dus... De, de nieuwe coalitie blijft van energiearmoede af. Ja, ja. Uh, maar natuurlijk of uh, in duurzame energie, uh, windmolens bijvoorbeeld, dat is wel zo'n dingetje. Daar moet wat van gevonden worden door ja. een nieuw college. En, uh, en, en de vraag is dan, uh, wat, wat willen we daarmee? Dat is eigenlijk de vraag die nu voor ligt. En daar gaan die vier genoemde partijen gaan daarover praten met elkaar. Ja, onder begeleiding van Henk Veerbeek, die ook al de informateur was. Uh, dus de oud-schooldirecteur van het College... En een oude bekende Theo Boffens, de voormalige waarnemend Burgemeester. Kijk, die keert ook weer terug. Ja. Uh, wat, wat zijn dan die thema's die voorliggen waar ze het over gaan hebben met elkaar? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk alles uh, zo'n beetje. Hè, uh, komt wel voorbij. En uh, je kunt zo gek niet bedenken van economische ontwikkeling tot. Uh, um, uh, nou ja, camera toezicht of uh, andere dingen in veiligheid. Uh, er Heel veel zal er voorbij komen. Eigenlijk gewoon alles wat niet in, in het raadsakkoord zit. Maar er zijn een paar thema's die zijn, zullen echt heel belangrijk gaan worden. Dat is denk ik vluchtelingenopvang, windmolens of duurzaamheid. Maar vooral het themaatje windmolens denk ik. Uh, wonen en uh, het aantal wethouders. Oké, okay, nou die laatste komen we nog op. Maar die eerste dingen. Er zit ook te denken. Dit zijn bijna dezelfde partijen. die vorige uh, periode ook in het college zaten met elkaar. Ja. En dan kun je toch bijna hetzelfde coalitieakkoord weer uit de kast trekken. Ja, nou, maar daar waren. Zware ja, Daar waren de partijen niet al te gelukkig mee. Hè? Neem maar alleen al van. we gaan niet proactief handelen op het gebied van uh, vluchtelingenopvang. Nou, nou, gisteren is gebleken uit de WAP-stukken dat er vanuit de PVDA uh, een coalitieleer toch uh, in oktober... een belletje heeft gedaan met het COA van... als jullie nou even een, uh, een verzoek doen... tenminste, dat is de lezing van het COA... Uh, als jullie een verzoek doen... Dan moet de gemeente wel hier naar kijken. Hè? Dus als jullie een concrete vraag leggen. voor een asielzoekersopvang. Nou ja, en het coalitieakkoord stond. dat er niet proactief zou worden gehandeld. Ja, en dat is toch gedaan? Ja, en ik, ik kan je vertellen. dat is zeker dit, dit dingetje gaat. mogelijk is het vandaag ook wel op de tafel gekomen. Ja. Want er is natuurlijk een vertrouwensbreuk geweest. van PvdA richting VVD. eerder dit jaar. Nou ja, ja, dat was naar aanleiding van het moskeebesluit weer. Precies, precies. En daarom denk ik dat dit soort thema's. Ja, vluchtelingenopvang. Wat ga je daar nou in, in, in beslissen? Ga je, en als je het nou hetzelfde gaat doen, dat je zegt we gaan niet proactief zijn, hoe kun je dan vertrouwen dat je ook, dat je ook allemaal daaraan houdt? Hè? En als eentje misschien op een ander thema zich niet aan de afspraken houdt, gaat het dan toch gebeuren dat, dat, dat er dan weer iemand uh, naar het COA schrijft: van, uh, ja. uh, Kom maar met Ja, dit zijn wel vertrouwenskwesties. Maar, maar denk je dat, um, dat die onderhandelingspunten of in ieder geval dat vertrouwenskwesties hier ja. um, en, en het elkaar vinden in een onderhandeling dat dat zo moeilijk wordt dat mogelijk deze coalitie niet haalbaar is of wat is jouw beeld daarvan? Nee, ik, ik verwacht, ik denk dat um, dat is, maar dat is mijn uh, um, 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 uh, hoe, ik, hoe ik het uh, bekijk van de zaak ik denk dat alle partijen uh, heel graag en misschien ook wel de uh, oude wethouders. heel graag willen uh, dat deze coalitie verder gaat. Omdat nee. ze gewoon weer in die regeringspartijen precies, willen zitten. Precies. En als jij heel graag wil, dan heb jij ook uh, altijd wat in te leveren en uh, uh, ook wat te verliezen. Ik denk dat uh, het wel goed komt. En, en uh, vooral ook omdat er uh, een akkoord wordt gezocht op hoofdlijnen, zoals dat heet. Hè. Dus je gaat niet al te veel de diepte in. Dus wat vluchtelingenopvang betreft, het zou best kunnen dat, euh, nou ja, PvdA heeft eigenlijk al het standpunt euh, in, hun, in hun ledenvergadering verraden, ze wil in ieder geval die bed, bad, broodopvang open blijven. Dat nou, kan best zijn dat daar wordt gezegd, nou prima, houden we die bed, bad, broodopvang, hè? dat zijn die vier uh, geprocedeerde asielzoekers die daar nog in het wegenerpand zitten, die houden we open, maar we gaan verder geen afspraken maken over uh, grootschalige opvangen. Nee, nee. He, dat is aan de Raad. Wil PvdA dat is de vraag, want in de Raad is een, een rechts- of een rechtsmidden meerderheid Ja, dan ga je ze niet doorkrijgen. Dan uh, ga je grootschalige opvang ja. dan niet doorkrijgen. Dus uh, ook daar zijn nog wel wat punten die lastig zijn. Windmolen, zelfde verhaal. Burgerbelang heeft gezegd: in een debat hier. Er komen geen, uh, geen windmolens. Dus als je op ons stemt, komen er geen windmolens. Dus als je op D66 stemt, komen ze er wel. Ja, daar moeten ze zich denk ik ook aan houden. Maar wat betekent dat voor hun onderhandelingspositie? Ja, dan ja. gaan ze niet zeggen, we laten dat over aan de Raad. Nee. Ja, nee. Dan Wonen, hetzelfde ja. verhaal, sociale huur ten opzichte van uh, uh, middenklasse woningen. Ja. Dat zijn echte thema's ja. waar ja. wel over ja. gediscussieerd Maar het kan ook zijn dat, dat daar wordt van besloten, van, nou dit laten we los van het coalitieakkoord, dat laten we aan de Raad. Uh, we gaan er, of we gaan er niet al te diep op in uh, met de afspraken, want dan, ja, dan, dan kom je. Botsingen tegen wellicht, en dan wordt het moeilijk. Nog één ding uh, naast die inhoudelijke thema's. Je hebt het over het aantal wethouders. Dat, wordt nog een, dat is een ding dat er op de onderhandelingstafel besproken wordt? Ja, be, burgerbelangen wil echt vasthouden, ondanks dat het in het advies stond... dat er liever geen zesde wethouder uh, was, is de raad enigszins van teruggekomen. Het is meer van een zesde wethouder, prima als, dat, als daar argumenten voor zijn... maar liever niet een zesde wethouder, dat dat de derde wethouder wordt van burgerbelangen. Ja, dat, dat gaat een dingetje worden. Want burgerbelangen wil zes wethouders. Eigenlijk wil burgerbelangen van die zes wethouders er ook drie leveren. Zodat die andere drie partijen de eentje leveren. Maar of die andere partijen daarmee um, akkoord gaan. Want dat uh, kleurt toch wel een beetje zo'n college: te veel geel. Ja, je kunt je voorstellen dat als je dan in een coalitie of een collegevergadering zit, waar overigens ook de burgemeester stemrecht heeft, dan heb je dus uh, zes wethouders en een, en een burgemeester, dus zeven mensen. Ja, dan heb je er al drie van burgerbelangen. In, in, in zo'n college zitten en eentje van VVD, die toch al wel redelijk op dezelfde lijn ligt. Ja, ja. Dat betekent dat je met heel veel thema's, die misschien toch ook binnen een college of binnen coalitie voor wat, wat probleempjes gaan zorgen, altijd de meerderheid hebt. En uh, ja, dat is misschien niet, niet helemaal wat die partijen dan volgen hebben. Hoe lang denk jij dat, want de, dat het vanaf nu nog gaat duren? Ja. Want ja, ik hoor jou wel eigenlijk zeggen van ik denk dat deze vier partijen elkaar wel gaan vinden. Dus die onderhandeling uh, komt uh, wel goed. We gaan het zien, maar hoe lang gaat dat duren? Nou, ze hopen zelf dat het binnen drie weken klaar is. Eind mei en dan medio juni uh, de installatie van de wethouders. Uh, ik heb even in de agenda van de raad uh, gekeken. Er staat een raadsvergadering op 7 juni. Ja, dat is wel vroeg. Er staat een raadsvergadering op 20 juni. Dat zou als de, de raadsvergadering kunnen zijn dat de wethouders geïnstalleerd worden. En dan kom ik op een berekening van 95 uh, dagen in totaal. Dat is iets minder dan vier jaar geleden, 117 dagen. Dat is geen record, geen, nee, nee, ik denk dat we dat record niet gaan verbreken. Want uh, dan wordt het alweer in juli. Anders ja, nee, ik, ik denk dat, dat ze, ze willen heel graag. En ze zullen allemaal uh, wat moeten inleveren. En uh, um, de andere opties zijn. Kijk, je ja. kunt zeggen: PvdA gaan we niet meer verder. Maar dan komt D66-CDA weer in beeld. En willen de partijen dat, Burgerbelang en VVD? Ik, volgens mij niet. En, en de, toch nog een laatste vraag hierover: hoe belangrijk is het dat het zo, dat het, nou ja, zo snel mogelijk gebeurt? Hè? Want wat. Wat, willen, wat kunnen die partijen bijvoorbeeld nu niet, wat ze straks wel kunnen of wat dan ook? Nou ja, het lastige is, er liggen nu geen afspraken meer. Hè? Dus eigenlijk elk voorstel wat nu naar de raad gaat, uh, daar is, is de raad helemaal vrij in om, om daar iets van te vinden. Nu gaan er niet heel veel voorstellen naar de raad, want het college wat er nu zit is dimensionair. Dat heeft geen missie, dat heeft geen, geen opdracht. Dus er komen niet heel veel nieuwe uh, voorstellen aan met een politieke betekenis. Nee. Eigenlijk ligt het bestuur van de stad, zou je kunnen zeggen, ligt een beetje stil. stil. Ja. En dat wil je toch echt na de zomervakantie wil je dat wel uh, um, af, uh, afgehandeld hebben. Zodat er weer een nieuw bestuur kan zitten. Wat dan weer met nieuwe ideeën uh, komt naar de gemeenteraad. Zodat er weer, ja, weer wat gebeurt in de en stad. En jouw idee is ook dat het gaat lukken ja. voor de zomervakantie. Uh, maar we kan. gaan het meemaken. Het staat in de sterren geschreven. We houden het bij. Wilco Lauwers, dankjewel. Geen probleem.